De oevers van de IJssel bij het Bronkhorster worden opnieuw ingericht, zodat het volgens de gemeente Brumme en Bronkhorst een aantrekkelijke plek wordt om te recreëren, te rusten, te spelen en te parkeren. Vanuit de gedachte dat beide oevers één geheel vormen, is er één ontwerp gemaakt waarbij in de uitvoering gebruik wordt gemaakt van dezelfde materialen op beide oevers. Volgens de gemeente Brumme wordt de veeromgeving dan een aantrekkelijke entree voor mensen die vanuit de achterhoek via het veer de gemeente Brumme binnenkomen. Of die vanaf de Veluwezoom via Brummen naar Bronkhorst gaan. De PvdA-afdelingen van 16 gemeenten tekenen zaterdag in aanwezigheid van PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem. en het Achterhoekse Tweede Kamerlid Otwin van Dijk het Pact van de Arbeid Achterhoek Liemers. Doel van het Pact van de Arbeid is om 6000 banen te realiseren. De PvdA-afdelingen willen een vuist maken voor de werkgelegenheid in de gemeente. De werkgelegenheid in de Achterhoek en Liemers. Moet volgens hen weer op het niveau komen van voor de crisis. De doelstelling moet worden vertaald in de coalitieprogramma's 2014-2018. Het haarloze PVV-statenlid Daniel Terhaar heeft gedeputeerde Staten van Gelderland gevraagd de kosten van het Gelderse Natuurbeleid in kaart te brengen. Aanleiding zijn de beleids- en naamswijziging op het gebied van natuur. De PVV stelt dat als een project negatief in het nieuws komt. De provincie snel de naamgeving van het project verandert. De PVV-fractie heeft moeite met de wispelturigheid van gedeputeerde staat op het gebied van naamgeving. Zo is de naam EHS veranderd in GNN en zijn de verwervingsgebieden voor de landbouw Groene Ontwikkelzones gaan heten. De Twentse multimiljonair Gerard Sanderink heeft volgens dagblad Dubantia alles geregeld. Bij zijn overlijden gaat zijn erfenis naar studenten in de regio. Sanderink is volgens de laatste quote 500 goed voor ruim 450 miljoen euro, geld dat er in de toekomst door de Gerard Sanderink Stichting wordt beheerd. Een van de voorwaarden aan studenten die een beurs aanvragen, luidt dat de studenten na hun studie minimaal drie jaar voor een Twents bedrijf moeten werken. Zo komt Sanderinks geld ten goede aan de ontwikkeling van de regio Twente. Verder wil de stichting een technologiecentrum in Twente oprichten. Waterschap Rijn en IJssel draagt dit weekend het beheer en onderhoud van het gebied Mallem bij Eibergen over aan stichting Mallem. Tijdens een doedag in het gebied ondertekenen het waterschap en de stichting De Overeenkomst. Daarmee krijgt het unieke bestuursmodel, waarbij bewoners zelf de zeggenschap hebben over het beheer en onderhoud van het gebied langs de Berkel, een officiële status. In 2010 werd een beleidsvorm uit de middeleeuwen in ere hersteld.